Is dit een goblet? Oké, maar zo direct moet je dus alles opgraven. En het handigste is om alles even aan te tikken. En dan onthouden waar het is. En dan, terwijl ik naar het volgende eiland vaar, dan kan jij alles opgraven en verstoppen. Oké. Okay. Zo doen we die thieves missions het snelst. We moeten wel oppassen, want dit is wel... Ja, als we mossel hebben, zien we niemand. Maar ja, aangezien het de thief hotspot is... Hé, hey, maar die fracties worden vet toch? Dat je moet signen voor een fractie. Of als je gaat varen, dat je zegt, ja, vandaag vaar ik de vlag. En alles, alles wat je voor de video's ziet, krijg je dan extra geld. Maar als je dan ook nog eens andere schepen neerhaalt, die onder een andere vlag varen, dus onder een Merchant vlag of onder de Reaper vlag, Reaper wordt ook een fractie. Als je die gasten neerhaalt, krijg je dus extra punt geld. Oh, dat is mooi toch? Ja, ik bedoel, dan zelfs iets neerhalen die niks te doen hebben, die niks hebben. Dat is gewoon rewarding dan. Even kijken hoor, hoe dit werkt. Tof, even snel een barreltje. Handigheid. Oh ja, trouwens, die gaat niet ver. En het enige waar ze damage doen is dus de onderdelen van je schip, zoals stuur, je mast. Al dat soort dingen. De mast is in één keer neer met zo'n dingen, waar je dus dichtbij schieten. Oké. Okay. Wat zou je nou? Wat gingen we hier doen? Even een barreltje of twee pakken. Ah, ja. Nou, dat blijft er nooit bij. Het zijn er nooit twee. Ja, maar deze keer is misschien wel handig. Want we moeten oppassen voor tukkers en alles. En de gasten, dus, ja, als ze hier pakken die legends, dan... Ja, met barrels wordt het wel echt lastig. Oh jee, je ziet het al, ik moet even inkomen hoor, ik sta niet eens op het strand. Kijk mij eens netjes parkeren hier. Nee, just saying, kijk, just saying. Ik neem aan dat je wel wat trucjes hebt geleerd in de tijd dat ik bij was. Nog een ankertje. Ah, hier zit weer niks. Ja, en je kan dus zo direct je teammaat reviven. Oh? Ja. Binnen zoveel seconden. Dat maakt het wel extra moeilijk tegen Galleons. Oh jee. Want als jij als solo tegen Galleons gaat met 4 man, dan hebben zij dus 4 mogelijkheden om te reviven. Maar... Ja, of je kan ze ook lokken natuurlijk, hè, dat als er iemand dan neergeschoten wordt, dan kan je ze gewoon gaan... hoppa. Inderdaad, inderdaad. Ja. Dan ligt er daar iemand op de grond, ik ga dood, ik ga dood. En ja. Dan sta jij natuurlijk op het hoekje te wachten. Maar ik weet nou niet zeker of het alleen is als ze gekild zijn met een blunder. Want het las erop dat ze dat op die manier blunder shots. Want weet je wat het is? Als jij natuurlijk iemand snipert van een afstand en hij gaat dood. En iemand anders die revivet hem gewoon weer op afstand. Ja, dat heeft er helemaal geen zin. Ja, dus ik denk dat het een blunder is. Ja, oké, okay, alleen close combat. Ja, nou ja, pistol en zo kan ook close combat, maar... Ja, een blunder is dan wel handig, ja, want als je iemand met een cutlass neerhaalt en dan ligt ik ga dood en iemand anders achter jou, die schiet jou net even het laatste rondje neer. Ja, dat zal dan wel genaaid zijn, ja. En dan revivet hij me even gauw, terwijl je te grond legt dood te gaan, met je teammate nog op het schip zit. Dus... Alright, dan gaan we. Ik denk het wel. Volgens mij heb ik hier niks meer, denk ik. Even snel zo. Nou. Ik scan nog even. Oh, hier heb ik er nog 2 liggen. Maar ja, ik weet die bel weg. Ja, bel is er weg. Oké, nou, ik ga nog even scavengen. Trouwens, als jij zo direct bij Thief 7 zit, moet je een sniper gun meenemen. Want die heb ik altijd. Oké, goed zo, want er komen zo direct ook dus de skeletons.
met super legendary barrels. Dat zijn super veel waard. Dus als die spawnen, moet je echt je best in om de skeleton te killen. Oh ja, ik heb het gezien, ja, op die zooi. Ja, die komt echt blauw, weet je wel. Groen. Zo, even de gunpowder onschadelijk gemaakt. Ik hoorde het niet. Raar. Zoveel ben ik niet weg. Ik bedoel, geplast. Ja, ik heb de fuse uitgeplast. Nou, lekker bezig met je huis. Ja, nog steeds, hè. Maar wel richting een eind, zei je toch? Ja, we moeten alleen nog... ja, mijn oom die komt... zaterdag eventjes het toilet afmaken en dan de keukenvloer eventjes tegelen en dan is het wel, ja, de gang moet ik nog even een beetje doen. Ik moet nog een paar verwarmingjes aansluiten op de cv, maar ze hangen al wel, dus ja, nog een paar dingetjes en nog een klein beetje in de keuken en dan is het klaar. Oh ja, trouwens, voor die missie die niet op team 7 is, nog steeds ergens anders is, dan heb ik rood en groen lampen. Ja, skeletons. Dat fix ik zo wel. Firebombs. Oké, de eerste keer is 3 keer gaan, 2 keer 4 keer en 1 keer 5 keer. En bij die 5 keer kom ik weer terug, moet je helpen. Dus de 4 keer is het snelst als je dat zelf doet. Even kijken. Dus nu moet ik er even af. Nee, ja, dit doen we ook samen. Ik zie een brik in ieder geval rechts van ons. Een steentje. Oh ja, hier is ook Team 7 natuurlijk. Ja, oh. Ik kan hem er ook in parkeren. En dan kom je er niet meer uit. Ja, het komt wel. Ik heb het al een paar keer gedaan. Het is het eigenlijk niet waard, omdat je hier aan de rechterkant op die strandjes makkelijk omhoog loopt. Dus je kan beter aan de rechterkant parkeren, dan zie je de pad omhoog. Oh ja, ik denk, joh, dan sta je misschien meer beter verstopt of zo. Hey, ik zie daar die brik ook, geloof ik. Ja, die bedoel ik, die zag ik net al. North, zoiets. Ja, moet even in de gaten houden. Oké, let's go. Dig it. En zorg dat je vuurballen bij je hebt, want vuurballen zijn heel goed op skeletons. Maar ja, daar moet je wel mee oppassen als dus die skeletons spawnen. Als je bijvoorbeeld gouden skeletons of welk wat tegen je hebt, ja, die zijn echt zo weg. Even kijken, ik doe die op het strand trouwens. Wow, ik hoor weer een mermaid. Ja, laat ik maar. Ik krijg echt super veel gems. Die kunnen we aan het eind oppakken. Als ze dat willen. Hey. Oh, we staan nou noord zeker. Ja, we staan op C. C in bovenin, 1C staan we nu. Dus we moeten omhoog. Dus we moeten terug naar het schip, daar kan je omhoog. Want als je daar omhoog gaat, komt er wel leger de levels uit. Ja, ik heb deze missie een paar keer gedaan, hoor. 10 naar 10 hoor. Oh, kijk eens even, dat bedoel ik alweer. Het is voor mij langzamerhand in range. Sneaky Pete. Oh ja, trouwens, ik luister naar de skeletons, omdat je zo lang op dit eiland bent, heb je een redelijke kans dat er ook een ancient skeleton spot. Die schijnt op dit eiland het spot te zijn, omdat iedereen hier rondloopt steeds en veel, veel lang op een hol is. Dus als je een jingletje hoort, een geluidje hoort, kijk meteen op alles wat je doet. Ancient. Oh nee, een stukje hoger. Een mini stukje. Ik zat net onder de rand. Ik
Oh, skeletons. Oh ja, we hebben nog een groene lamp nodig. Dus als we gekild worden door een skeleton is niet erg. Dan moet je even een lampje op het schip zetten. Zit je al boven? Ja. Ik zei toch, er zit vlakbij het schip een pad omhoog. Schoot jezelf weer omhoog. Ja? Een pad omhoog. Oh. Nee, weet ik dat joh. Ik dacht dat je bedoelde schiet jezelf omhoog ofzo. Hmm. Ze hebben wel echt een moeilijk eiland gekozen, zeker weer om te graven of niet. Ja, dat is wel een lastige. Zeker de. Maar de, vaak zitten dingen op het. Maar ik heb er twee al. Ik ga het best doen. Nee, dat is de voldoen. Ja, dat is dus de legendary. Die moeten we allemaal hebben. Even kijken, wat is die feest? Deze missie is de skeleton is niet helemaal goed. Hey, beginnersgeluk. Heb je hem? Ja. Een of ander kill but not what. Ja, stuur je hem breng je hem naar het schip? Dat is perfect dat ik even voor zo'n fiksteek voor die lamp. En dan wil ik een lamp nodig. Ik kom eraan, kapitein. Ai. Take flame. What the fuck is it now? Ben ik niet dood gegaan door het vuur, maar door de eerste explosie. Oh, het schip gloeit helemaal. Is deze rood of niet? Paars. En wat? Hij is toch standaard kleur? Wat? Die lampen, zijn die standaard of? Ja, die zijn standaard. Schijt. Oké. Okay. Dan moet ik als ondood. Kan jij doodgaan door een skeleton? Zodat je groen pakt? Ja. Dan blijf ik even staan hier, dan moet eerst nog een keer dood. Dan moet ik eerst een skeleton vinden. Hey, help. Oh, ik zie er daar al een. Hallo jongens, hallo. Wat een mooi uitzicht om dood te gaan. Zo, ik heb hem. Alright, ik ga nu. Ja, ik ben ook dood op vuur. Hey, twee mensen hier. Dat is nu dus vier. Vergeet je lampje niet, hè?
Ja, ja, welke lampen? Die groene, oh, die heb je al. Mooi, dan ga ik varen naar het eiland. Welk eiland is het? Hoekspeler, Eid. En waar moet ik hem nou, welke wil je hem? Doe maar direct. Leiden. Dan heb ik er twee, zodat ik hem op een vuist heb. Oh ja, ik blijf hier, hè. Ja, dat ga ik. Wacht, dan neem ik. Graven. Hey. Oh, ik wou zeggen, we zijn beroofd, maar dat viel me wel mee. Doei. Oh ja, heb ik. Ik ga het stuk van mijn vaststellen, dus ik zie tegen de ammo crates of scorstorage crates, die zijn heel veel. En ik zie dat de prik naar de prik naar hier gaat, dus die moet jij in de gaten houden. Als je naar jou toe komt, zorg dat er niemand verstopt is. Kijk wat je met die manier kijkt, misschien wat er verstopt en kijk wat hij gaat doen. Ja. Dat klinkt allemaal wel leuk. Ja, die nieuwe tot je ook echt zien, dat is zo vet. Ik heb vrijdag drie keer achter elkaar. Weer drie keer met je mee. Dat is wel makkelijk. Ja, dat is wel lekker makkelijk, ja. Het heeft echt een dikke sfeer. En heel goed de trap zit erin, weet je wel. Als die ene trapmeester is. Oh, met de trapmeester, ja, ja. Hey, ik heb een roeiboot. Nee. Wie had het erover dat ik spullen erop gaf, is al. Hey, ze geven me een tutorial hoe ik moet bewegen met een roeiboot. Thank you.
Toen hadden we echt elke exploring barrel gepakt, dus ik weet niet of dat nu gaat lukken. Want we hebben bijna 21ste van de level 9. Stel 21ste. Ja. Nee, niet 21ste, 1/5, 20% bedoel ik. Ja, dat is wel heel veel, ja. Oké, kijk, de watchtower op de east. Sea. The watchtower over east. Oké. Ik ga ze even zoeken. Het zijn ook maar hele kleine riddels van 3 regels, dus. Hey, ik heb een Ashen Guardian gevonden hier. Oh, hakken. Dat is een gouden skull. Geluid. Huh? Ik hoorde to-do-do-do-do-do. Oh, op Thief Haven ook, oké. Oh, die missie. Hey, die missie, ja. Oké, meteen doen. Oh, de Watchtower over East Seas. East Seas, oh, ik zit met de verkeerde. Wat hoor ik voor eng muziekje? Ik hoor geen eng muziekje. Ik hoorde zoiets als zo'n soort raar muziek. Ik heb het nog nooit eerder gehoord. Ik snap er niks van, de watchtower over East Seas. Ik zie helemaal geen watchtower. Of the red-eyed parrot above the north inner waters. Oké. Lastig. Ja, dat is wel vervelend, ja. Waar is die Mark of the Red Parrot? Oh nee, ik ben gevallen. Wat? Nee, ik was gevallen. Ik ben op zoek naar die riddle of zo. Ja. Ik kan eventjes sturen. On the watcher. Oh, niet watchtower. Watcher over the East Sea.
Dus ik zoek zo'n... Dus ik zoek zo'n stone head waarschijnlijk. The hunter still on the northwest grassy land. Wat is daarmee, jongens? Lantern. Jij gaat harder dan ik. Beginnersgeluk. Captain, my captain. Ja, even een beetje familiarizen met de... wat is dit? Is dat de Survivor Camp? Nee, hè? Oh, ik denk dat dat een Survivor Camp is. Ja, dat weet ik wel zeker. Survivor Camp? Even kijken hoor, south, southeast. Oh, ik word aangevallen door skellies. Oh, wacht, ik denk dat ik hem heb. Ja, hè? Nice. Ik heb nog steeds geen schepen in de buurt, toch? Niet dat ik heb gezien, maar... Ik zie een player galleon niet heel ver bij mij in de buurt, dus ik moet even in de gaten houden. Even kijken, de 8 paces east en southeast. Dit is toch een survivors camp? Wanda. Ga weg, je Wanda. Hé, die had ik nog helemaal niet. Haha. Commendation unlocked. Een ashen chest. Ja, dus jij kan... Ja, zeker. Als ik nog steeds weet waar mijn ding is. Ik verstop deze kist wel even hier zo. Ergens. Kijken waar ik sta daar.
bij de Survivor Camp. Waar de fuck dat de zijn? Oh, dat. Dat, ja. Oké. Okay. Dus wat zei je nou? Ik moest ze aantikken of zo? Ja, en zo snel mogelijk. Dan kan ik net weer op het eiland gaan. Dus als je hem aantikt, gewoon en dan later om afgaat. Ja, misschien is het handig als je dan even een fotootje maakt van de map of zo. Dom, ik stuur hem naar je. Ik doe het ook wel. Goed, dat als jij klaar bent ermee, dat ik weer op ditzelfde eiland moet zijn. En daarom is het dan sneller. Kijk eens even. Even kijken hoor. Jeetje. Oh, het is me hier. Ja, dan moet ik ze natuurlijk wel vinden. Even kijken hoor, Mark. Vanaf dit ding. Niet hier het rode struikje. Nee, dan een stukje verder. Hier naast die rots. En dan, ah, hier. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Dus de ronding. Ja, die ronding. Eentje die is weer heel vervelend. Ik weet niet precies waar dat moet zijn. Kom je wel uit. Ja, dat is kut dit. Ik sta gewoon op de plek van die andere. Dan loop ik hier omhoog. Ja, en waar dat ophoudt. Ja, heb ik een rots, dat klopt. En dan meer naar rechts zo. Dan heb ik hier nog een rots en dan daar in de hoek. Hier kan ik. Oh jezus, wat een idiote plek is dat zeg. Tussen de bomen. Je zou zeggen dat je daar helemaal niet kan graven, maar dat kan dus wel. Iets duidelijker neer, want anders vind je die zo leuk niet meer. Nou, dat onthoud ik wel hoor. Oh, oké, goed zo. Tussen de bomen. Dat nog twee, dacht ik toch? 3. Nou loop ik die andere kant op, verder het eiland op.
dit is dat gat, geloof ik. Met dat houten constructieding, ja. Ik dacht ook dat je het tegen je vriendin had. Ja. De waterval. Staat die ook op de kaart? Ik weet het niet. Staat niet op de kaart. Nou, en na hierna kom ik je dus gewoon helpen. Dan doen we de loot op het schip en dan gaan we verder met de volgende missie. Even kijken, waar sta ik nu? Ik sta nou helemaal aan die kant. Dan heb ik hier die grote rots. Moet ik daarheen? Ik ben ondertussen ook een missie aan het doen hier. Ah. Had hier ook een Ashen Guardian. Oh. Oh wacht, dit is de grote rots. Even kijken, het wordt al iets duidelijker. Nou, die bij het strand, die twee zijn makkelijk. Dus die grootste rots is moeilijk. En dan... dan hier. Ja. Oké, dus die heb ik. Hey, hey Captain, Stefagos. How are you doing? Oh jee, ben je dood? Nee, een chat op de stream. Oh. Search the Endless Lizard. Painting in the cave. Where is it? Get out of here. Nice. Zo, Mark, ben je klaar voor? Fargo is boring. Are you boring or are you bored? Ah, ik heb de Endless Lizard. Wat zei je? Ben ik er klaar voor? Uh-huh. Ja, South by Southeast 5 places. Ik heb ook nog een Ashen Chest voor jou. South by Southeast 1, 2, 3, 4, 5. Wat? Ah, phew. Ik hoorde geen klok. Tegenwoordig kan je die keys ook gewoon kopen, die missies. Even kijken, ik sta hier zo. En dan moet ik hier. En dan hier naar achter zo. Daar kom ik vandaan. How am I? Door de corona stuff. Oh, ik sta op het verkeerde straat. Yeah, I'm good. Oeh, I can take this robot. Having fun with Sea of Thieves. Nou, ik ben er bijna hoor. Ik stond op een ander stukje strand. Alright, still one to go. Met mijn eentje. Please, Crew 7. Oh, Crew Solo. Yes! Nou, dat is dus chill, want daar zit ik dus nu al, hè. Kijk, dat is mooi.
schip gedropt. Hoe kan het dat mijn schip opeens gedraaid is? Lastig, ik weet het niet. Wat is die rustig, joh? Ja, dat is goed. Raar, maar waar. Oké, wat is de missie? Find the cavern entrance southeast beach. Oh jee, echt waar. Dat doe ik dan. Hey, weer een Ashen Guardian. Ze zullen er wel zin in hebben, denk ik. Waar is mijn robot? Oh, hier. Oké, en dan nu? 9 paces southeast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Boom. Jammer weer. Oh jee, daar zat ik echt op te wachten. Villainous, dat is de beste nieuwe legend school die je kan vinden. Weet je wat ik ook zou willen? Dat je bijvoorbeeld met een robot of zo kan dokken. Gewoon dat je er gewoon een rope kan gooien aan een paal of zo, dat die gewoon bij staat. Dat je hem ook een beetje er naartoe kan trekken, weet ik het, zoiets. Dat lijkt me wel leuk, denk ik. Jij wil weer een touw trekken. Altijd. Even oriënteren, waar zit ik? Het is de laatste, dus ik kom terug helpen. Dan kunnen we daarna de shit even op het schip laden. En dan kunnen we meteen een nieuwe starten. Nou, zegt hij, nieuwe. Dus even zien hoor, waar zit ik nou? Daar. We zijn een uurtje bezig. We hebben bijna dus deze tiende missie klaar. Ja. Ik moet het pad naar achter volgen. Dan kom ik weer ergens bij de zee. Zeg je na deze
alles inchecken en kijken of we nog wat gasten kunnen killen. Zo goed. Ik zit eerst even te zoeken. Ah joh, ga weg joh. Even wachten. Hey, ik had hem gevonden. Oh, is ook ineens, soms hoor je dat geluid niet, hè? Heb je helemaal geen explosie bel toe tegen je gat? Of niet? Wat raar. Holy shit, ik heb de robot zat 60 kanonskogels. Nou. Dit is die grote plaat, dus dan zit dat denk ik hier. Nee. Hey, er komt een sloep naar me toe. That's me. Kan dat nou joh, even kijken. Dit is Noord. Oh, ik zit aan de verkeerde kant. Hij zit daar. Oh, rennen. Is een grote barrel? Nee, normale barrels 2. Dus die gaan boom. Ja, die mogen gewoon ontploffen. En dan moet ik hier naar beneden. Ik heb trouwens twee collectors chests klaar, zodat we alles lekker kunnen opharken met collectors chests. Dat is wel mooi. Waar ik nou zit. Maar jawel. Nou, 1, 2, 3 normale barrels. Oh, dat was pijn. Oh, ik ben dood. Kut. Ik stond in de fik. Nou ja, dat maakt niet uit, want ik ben niet terug, dus dat is goed. Gelukkig was het net niet. Tenminste. Uiteindelijk maakt het dan ook niet echt uit, want het is een spelletje. Ho, ho. Ah, het is nog het kerst, hè. Corona kerst. Hey, ik heb een rode vlam. Ja, die had ik al. Het is over. Zo, dan moet ik er even in nadenken waar ze allemaal waren. Hey, er ligt daar al een kist. Met rum. Alright. Nou, dan kunnen we alles opgraven en inladen. Ik doe deze hier op het strand. Oké, laat er nog even eentje over dan, want dan kunnen we nog even op de kaart kijken. Niet op de kaart kijken. Ik heb een prins. Ja, nou, want, nee, maar het is makkelijker om die kaart gewoon in mijn handen te hebben. Want ik weet zelf ook nog wel een beetje waar die kruisen stonden. Als die kaart weg is, dan kan ik niet zo makkelijk oriënteren. Dan zit ik omheen te kijken. Even kijken, hier had ik er eentje. Oh, die zie ik zeker. Oh jawel. Ik wou zeggen, die zie ik zeker niet meer als ik dood ben gegaan. Dat is een mummetje. Ik leg het even hier Big boom. Ik heb er een. Oh, waar zo?
Ja, ik ga hem killen. Goed zo. Yes, ik heb hem. Goed gedaan, jongen. Ik ben trots op je. Er waren er twee op het strand, hè? Ja, die op het strand doe ik wel. Ja, de makkelijkste. Nou, daar ben ik geparkeerd. Ja, maar dan zat er toch hier nog een van die vorige ergens. Nou, ik er hier ook ergens een. Kut. Die weet ik even niet meer. Oh, die was hier. Hé, oh, die had ik al gevonden. Oké. En daarna ging ik dood. Oh, er staan spannen die skeletons. Nou, snap ik het. Crate of Legendary Voyages. Dat is hem zeker, hè, Mark? Wat? Crate of Legi Voyages. Lekker. Oh. Kijken naar die. Zijn natte poesjes, Erik. Zei ik dat nou hardop? Ja, het leek er wel op, ja. Nee, er gloeit van alles op de roomboot. Ja, hier zo gloeit ook nog van alles. Ik heb de roeiboot binnen geparkeerd. Spawn er een aantal bij jou. Oh, geen kogels. Ja, weer. Ik help wel. Oh shit, daar gaat onze roodboot. Nou ja, de goede kant op. Ik denk het al, ik hoorde jou klik, klik, klik. Ik denk, nou, misschien heb ik wel hulp nodig. Yep. Even kijken hoor, dan moeten we naar die andere kant toe.
Ik pak een collector's chest op jouw kant op, want het ligt al met de boven. Oké. Ik moet even door de versmalling heen hier. Dat is dit, geloof ik, de versmalling. Ah ja. En dan is er na de versmalling rechts heb ik een. Ja, dat klopt. Eén, twee, drie, vier normale kistjes. Nou, doei. Oh, kut. Doei. 1, 2, 3, 4 normale kistjes. Nee, normale dingetjes, normale mannetjes. Oké. Oh shit, ik heb geen kogels meer. Hoe ga ik jou nou doen? Had jij nog meer loot van de vorige sessies? Ja, nog wel wat, ja. Ik heb alleen die ene op het strand heb ik er twee op kunnen graven, geloof ik. Of één. Dus je moet nog wel wat zoeken, hoor. Oké, ik kom dan boven met een collector's crate. Waar moet ik heen? Naar het achterste gedeelte, denk ik. Het ligt hier naar de groene zand. Oh ja, dat kan wel, ja. Daar ben ik ook bezig gems. Geweest. Drie gems. Ja, dat klopt, ja. Hier is er ook wat. Nou sta ik daar, dus dan moet ik een stukje terug. En dan moet ik hier ergens gaan graven. Ja, dat klopt. Is dat dan voor loot? Dat is een ancient fortune. Echt, ons schip is volgeladen met shit, jongen. Prachtig. Ja, als je dat meerdere keer achter elkaar doet, dan gewoon op je schip laat staan. Beetje gevaarlijk, maar. Ik sta daar rechts achter onderin, maar dat met een hele grote stuk rots in het midden. Oké. Ja, ik heb geen collector's chest meer, die heb ik met die chest terug naar het schip gebracht. Oh jee. Nou, de brug en dan hier. Nog zo'n ding. Kom, hier even heen. Even naar boven. Oh shit. Ja, ik heb die andere eigenlijk nog niet echt opgegraven. Dit was de laatste. Dus je hebt de reward, de recommendation dat je hem gehaald hebt. Ja. Kijk, hier ligt een ding. Alright.
Ja, daar ligt nog een gem, en daar nog een gem, ja. Weet je wat, anders breng jij het hier naar beneden, hè? Of dan stuur ik het schip hier naar binnen. Dat het dichterbij is, of is het niet handig? Dat zou wel makkelijk zijn, ja. Oh shit, ik ben eraf gevallen. Ach, ik wou even kijken of je dat naar beneden kon gooien. Dat kon. Deze kant op bij het schip of? Ja, ja, ja. Bij aan de voorkant van het schip op het strand liggen nog een collector's crate. Nou, die moet ik nog even oppakken. Daar poen anders ofzo. Ik moet nog even wennen zitten zien weer met die harpoen. Ik heb hem. Oké, okay, ik heb alles al, alle drie de dingen naar het strand verhuisd. Waar zo naar het strand? Hier, waar ik sta. Recht voor je. Nou ja. Kan je nog meer verstand zitten? Ja, ik heb nog niet echt Kun jij het stuurder even recht zetten? Ach. Ik was hier ooit wel eens goed in, man. Mijn ver verleden. Oh, stond je te wachten op een lift? Oké, dan kijk, een loopplank. Wat zullen we doen? Ik heb nog steeds die Ashen Chest daar liggen. Okay. Die ligt noord als je die hier uitvaart naar rechts. Ik denk dat het een beetje laat wordt als een volledige missie is. Ja. Dat is zeker wel makkelijk als je nou thuis werkt. Hier naar rechts? Ja, hier is bij dat strandje moet ik zijn, hier zo staat. Ja, dat zal wel zo. Ja, wij hebben ook geen opvang.
Oké, alle ballen verzamelen. Alleen misschien voor de volgende keer is het misschien makkelijker als ik wel gewoon die loot wat meer opvis en het wat centraler leg, weet je. Want ja, maar het makkelijkste is meestal natuurlijk als je ergens staat, dan weet je precies waar dat kruisje is. En dan kan je heel makkelijk de volgende bepalen waar je naartoe moet lopen, weet je wel. Want je weet precies waar je staat. Eén, ik had geen ruders. Twee, jij doet. Oh. Ja, zeker. Uh-oh, wat hoor ik? Paniek. Is het de witte? Hij ziet er niet echt wit uit. Ik ben alles alweer voor de foto aan het neerzetten. Oh, is dat dit? Passelijke naam natuurlijk, hè? Plunder, voor al die plunder die we hebben. Nou ja, niet taxi. Werk zoveel mogelijk thuis. Was je handen kapot. Screenshotje maken. Tuurlijk. Leg jij nou weer te doen? Even wachten, ik ga het hier dan even zo staan zo. Alright, let's go. Is die weg? Welke? Ja, die ik heb gevonden. Oh, ik sta wel weer leuk geparkeerd. Dan moet ik dit eigenlijk inleveren. Al die Tina leuk bij de. Oh ja, hier bij de Tina gast. Hoppadee. Oeh, lekker zeg. En een normale kick is 5000 waard. Aha. Agent shit erin eerst. De gems willen de router.
Wat doe je moeilijk, joh. Ik zie het alweer, het is niet echt super veel geld waard, hè, dat spul. Nee, het is allemaal 10 rep. Oké. Hebben ze ook nog wat meer endgame toegevoegd voor Athena? Nee, ja, dit allemaal. En als je x aantal van dit allemaal inlevert, dan heb je weer extra 10 customizations voor. Kijk, ik ben nu bijvoorbeeld grade 3 van de kelkjes. Bij grade 5 heb ik dus een Athena Granada, geloof ik. Oké. En in de volgende update schijnen nog meer Athena dingen te komen. Dus Athena wapens ook, die zijn er nu al bij. Klinkt spannend. Die rap, dat gaan we zeker bij de merchant doen ofzo, of weet je, die lui, die bij de fishing guy. Ja, de hunter. Ja, die. Wat wil je met de flash dingen? Hoe kom ik aan keys? Kun je kopen bij die? Oh, de keys, of Ja, de key missie. Die is meteen hier op het eiland gegeven. Oh, leuk man. Even kijken. Deze heb ik, ja. Oh, daar sta ik. Oh jezus, ik maak zo'n rookie mistake. Ga weg. Ik sta mijn skill in te leveren bij de hoarder. Ja. Dat is wel echt een noobie mistake. Goed plan. Oh, en trouwens. Ik heb een dikke hek. Ik heb alle soorten stoomvissen gevangen. Dus ik heb die hier hengel aan het. Klootzak. Alle storm. Nou, jij met al je stoomvissen. Jij weer wel, hè? Yo. Als je gewoon maar spelen. Follow the map, find Ashen Key. Is dat hem? Krijg ik met de bloemen wel weer terug? Wacht. Hij is wel duur hoor. Hij is 90 of zo. Ja, 100. Ja, hij is duur. Hij is niet meer. Ja, maar hoeveel krijg ik ervoor terug dan? Of een wapen zoeken. Je krijgt 15, 10, 5. Hij is ongeveer 45 terug. Ja, nee, ik doe er wel voor 2 dan. Tegenwoordig toch veel te veel van die doubloons. Oké, kom, je moet even voten. Ik ben er. Jij bent er. Even kijken, hoe heet die shit? Helemaal rechts, scrollen. Oh ja, hier zo, Ashkey. Ik heb ook nog... Ik heb ook nog die gift missies. Ja, die kun je weggooien. Zo zit er. Heb jij de chest mee? Ja. Kijk maar, oh. Het is natuurlijk heel lang niet meer. Geladen. Sea Dogs. Dat ook bij level 8, Tina. Ik ben de volgende missie doen. Oh, helemaal niet 6. Nee, ik had een beetje gelogen misschien. Ik was het vergeten. Alright, slaap de volgende missie door. Tome of Power. Even wachten, Tome of Power. Kom hier, pikkenbaas. Waar zit je? Hier zo. Doekie.
En die kist niet of ik weet niet of ik ze al had, maar. Oh, de volgende missie, ja, verwacht me. Heb je iets gemaakt? Ik weet het eigenlijk niet. Oké, zien als je niks unlockt, is het 10 10 5. Als je iets unlockt, dan is het, krijg je meer te bieden. Oplichters, joh, ik heb niks unlocked. Dan gaan we weer. Ja, het is een loterij, hè? Kutooms. Ja, foto jij. Pilsie aan het pakken. Aha. In die stoel zit wel lekker. Op stoel. Die DX Race ding. Oh. Heb jij de kist in? Ja, ik loop achter jou aan, jongen. Zo'n slotje. Oh, dankjewel. gebukt is genomen, hè? Ah ja, dat ligt aan je looks. Kijk, niks snel weer. Hoe ben jij nou aan het zoeken? Ik zie allemaal stof hier in die cave. Daar gaat ie. Zo, even opwarmen, ja? Hij is lopen. Ja, heb je meteen fire. Ja, bedoel ik, dat is toch mooi? Oh, slecht zeg, één troep. Oplichters. Wat? Slechte kerst. Oh, maar die Tome of Fire had ik nog niet. Oh, en dan zeg jij natuurlijk, wie hebt er nou geen Tome of Fire? Wat is dat nou voor raar? Iedereen heeft... Ja, iedereen. Flintlock, Tome of Power Collector. Oh ja, die heb ik ook nog niet. Tome of Power 5, de Fishing Rod, die koop ik. Fishing Rod, en ik heb Tome of Power 3, die had ik geloof ik ook. Op de schep kopen. Oh, weet je wat? Zwaar ook naar dat fortje nog. De hurdy-curdy. Weer even als verhaal zo'n fortje ertussen doen. Tuurlijk. Tellen. Tome of Resurrection. Tome of Erection. Ja, Erection. Ja, wel oh, de hurdy-gurdy was voor de Tome of Fire. Nou, ik had ze waarschijnlijk toch nog niet, die dingen. Hey, waar ben je nou? On the road again. I love in the stay. Zo, hoe is met Ronald? Goed hoor. Kan ik zien. Oh nee, ik dacht even die Ashen chest dat die aan het bewegen was. Die Reaper chest op de map. Maar hij was niet aan het bewegen, want als hij aan het bewegen is, kunnen we hem wel even opwachten. Oh jee, wat hoor ik? Skelter ship, jongen. Gelukkig hebben we exploding barrels. Kom maar terug naar het schip. Oh ja, ik kom eraan. Oh wacht. Deze gaan we eens even opvuren. Oppeperen. Kom maar aan. Duurt lang. Snel voor we gezonken zijn, jongen. Nou, en die mermaid die is een kilometer weg. Ik moet zwemmen, joh. Oeh, ik hoor lek.
geeft me wel een veiliger gevoel als ik die ramen dicht kan doen. Oh ja. Ja, dan heb ik het gevoel dat de kogels er niet doorheen komen. Ik zat laatst ook nog wat anders te spelen. Oh ja. Even tussendoor. Het is zo'n zombiespelletje of zo. Oh, World War Z. Nee. Dat is een soort zombie strategy game. They are billions. Is op zich ook wel geinig. Het is gewoon missietjes en dat is een soort tower defender achter, maar dan met zombies en zo. Dit is als een shooter of zo. Oh, rechts van ons is het. Een Ashen Chester. Ach jezus, dat gaat me al met de bloemen kosten. Ach, gouden tanden. Donker hier op het schip. Kijk daar eens. Ja, ik zie het ja. Spannend. Ja, zullen we een bordje doen? Hey, wacht even daar. Daar is een training post. Ja, daar ga ik heen. Ah, oké. Okay. Ik dacht mooi. Echt. Laat alles in de collector chests. Mati. Oh jee, dat zit er toch al in? Niet alles. Voor mij is dat een collector chest. Die staat daar denk ik nog. Ja, die stond daar nog, denk ik. En het is daar buitengoed. Rick. Nice. We are eager for battle. Yes. Ik zat even te zoeken naar buitengoed. Spiders. Ik zie daar Rick. Ik zie hem net recht op het voet. Hij lijkt stil te staan. Ik zie wat jij niet ziet en het is een dubbele mast. Oh, dan heb jij zeker al dat ding meegenomen. Ja, wat zegt Three Sheets niet? Met de corona is er even geen update. Ja, 2 weken uitstel. Dat is zo. Nou ja, het zou anders al altijd hebben. Dat is net 2 weken later dan anders. Alright. Alles leuk, let's go. Ja, maar ze doen toch nou ook maar een video elke 2 weken? Nee, maar de update
eten is ook een beetje verplicht. Dus... Ah. Ja, dat zal vast wel, ja. Alright, here we go. Stay alive. Killen. Is het wel het fort waar die staat? Wel toch? Ja, ik denk het wel. Oh. Wat is dit? Oh, misschien toch niet. Misschien staat hij gewoon bij Crooked Mast. We gaan recht op dat ding af, dus dat is dan bij. Ja, wat is dat eigenlijk? Ja, hij staat bij Crooked Mast. Kijk, hij staat bij die Titty Tower daar. Maar waar is die fort? Waar is dat fort dan? Crooked Shiver Liar. Oh, Skull Keep. Ja, dat is een fort. Ja, dat was een test, hè? Dat zijn wel maar natuurlijk. Ik heb een aantal mensen die het niet hebben. Zou kunnen. Ik doe alvast chain shots, zodat je meteen kan schieten op die master. Of zeg je gewoon, ik probeer op de punt erin met de punt te schieten. Suicide-stijlen. Nee, hey, waar zijn ze nou? Oh, ik zie ze nog, ja. Laten we dat ene doen. We gaan even de explorer. Dus we gaan een beetje links staan. Wijken naar noorden. Ja. Dikke zijk, nu zijn we veilig. En dan bam, punt ringen. Ja, dat geloof ik graag. Wat ook gaan is dat we samen met het schip naar de kant op gaan. Dus dat het schip langzaam wegdrukt. Ja, spookschip. Ja. Wat vind jij, man? Ja, dat kan ook. Ja, het is wel handig als je op het eiland neemt. Als jij een rondje op het eiland vaart, dan let eens op mij. Ik denk dat dat is wat we moeten doen. Jij bestuurt het schip, of wil je de berg doen? Mag ik bestuur ik het schip? Jij mag wel de berg doen. Kut, er komen enemies. Ja, ik hoor het, ja. Ach jezus, daar zijn ze weer. Je denk ik wel toch? Ja. Dus dan komen we meteen toch nog uit.
Oh, ze zijn al gezonken, joh. Wie? Ja, die dingen. Oh, nice. Yes, okay. Ja. Ik ga nu met een barrel die kant op. Ik ben met de robot tot heel dichtbij gevaren en ze hebben hem niet gezien. Ik ga het laatste stukje zwemmen. De robot ligt achter de rots. Ik ga nu naar Schiphol. Lastig hoor dit. Hoppa, weer gekeerd. Nou, er was eentje was toch bij mij geboord, maar ik heb hem dood. Ik hoor PGA's met klik, klik, klik. Ik denk, wat de fuck was dat er weer? Oh, vergeet het te loaden. Best mooie zeilen, dus daar geen echte movies. Maar de eerste had ik met Portugese vlammen geschoten. Nou, dit was toch even leuk, toch? Ja, ja, zeker. Zeker. Je tactics? Ik weet zeker dat er een spot op de plaat is. Watch your six. Oké, de loot komt drijven. Oh shit, ik zie veel chests. Oh ja, ik ook. Oh, en ook barrels. Oh, pas op. Ik zie niemand zwemmen ofzo. Oh, ik zou er best wel veel barrels. Ja, 1, 2, 3. Ga even een stukje om met dat ding. Jezus. Dat is misschien niet zo handig. Ik sta een beetje gunpowder barrels op de high seas. Ik denk dat ze het verleden daar zo. We gaan het even aanhaken. Oeh, er zit treasure in die koffers. Ja. We kunnen weg. Ah oh ja, ik heb dat. De
best loot is still wel loot. Ja, dat begint toch weer een beetje te kriebelen, ja, al die loot. Ik neem aan dat jij dat was. Ja, dat vond ik even leuk. Kijk even of er nog ergens loot door wordt. Oh, die sloep. Rex, going achter ons. Dat is misschien wel gewoon die computer onze kant op. Want hier was ook ergens die loot van die wat loot van die sloep. Oh, daar recht voor ons. Recht vooruit, recht vooruit. Recht vooruit. Oh ja. Ja, ik zat niet zoveel zin, ik zat boven. Kut, ik kan net niet kijken. Ik ga het even draaien. Er zinkt al wat. Huh? Ik heb het. Ah, die kerst leven. Loot is loot. By the way, er zit een galleon, denk ik, of een brick achter het fort. Ja. Dan hebben ze en ons te vechten. En het wordt. Castaway, godverdomme. Hey. Nee, maar dat is vies. Dat is vies voor mij. Vies is echt een mooie schip. Chloe, ik heb dat nog nodig, jongen. Ja, ik ben nog een legend. Nee, maar je hebt toch zo'n ding hier zo, cel. Die heb ik al af. Seafarer chest, 180. Die heb ik al, dus die hoef ik niet meer. Oh, de castaways heb ik ook al af. Nou, ik heb ze allemaal af. Behalve die krok en die de treasure tears. Let je zijn er bijna parkeren? Waar ga ik parkeren dan? Laden. Het is ook zo'n muiskast trouwens. Wat verdorie. Kijk. De fort skills. Wat verbeteren. Zeilen omhoog. Nou. Netjes, geen gaatje, niks. Teken ervoor, leg hem stil. Ben ik afgereden? Mag ik nu mijn rijbewijs? Nou, zeker. Kijk, ligt daar een galleon. Die moeten we in de gaten houden. Bij Galleon's Grave. Outpost. Die is waarschijnlijk net gespawnd. Ik weet niet of het überhaupt ooit gaat varen, maar... Nou ja. Skellies. Gewoon vuur opgooien. Want we hebben ook nog recommendations over dat we zo vaak... Skeletons killen met vuur. Dus probeer ze in de ogen. Oh, het zijn roodhoofden. Probeer ze in een groepje te krijgen en vuur. Wat zou je met vuur? Ja, vuurbellen, maar enkel is een beetje zonde. Als je een groepje
elkaar hebt. Helaas hebben we niet heel veel vuurballen. Ik heb er wel een aantal. Hey, hallo. Nou, dat hielp dus niet. Hey, het ziet er leuk uit. Ik wil alleen niet dat het water in rennen met de dolfjes. Is dat zo? Want ja, voor mij blijven ze gewoon doorfikken. Nee, het water gaat ze uit. Oh jee, daar komen ze weer. Of dat een galleon gedespawned is. Is kut. Ik kom hier redden. Heerlijk als ze geen pistolen hebben. Je moet ze gewoon allemaal naar de deuropening lokken. Even rondjes rennen in dat in die carousel. Zit daar een slopje varen, even verder. Oh, daar komen ze weer. Ja, oké, 1, 2, 3. Hallo. Hey, charred bone skeleton achievement. Ik zie je. Thank you.
wij exploren guns. Vertrouwen. Oh, ja, daar zijn ze weer. Nou, ik heb er nog geen eentje gebruikt. Ja, ik had het ongeluk erna gestoken. Oh, dit helpt ook. Een scattershot. Die gaat een eilandje bij Titty Island parkeren. Oh, ze zijn allemaal binnen. Nou, dat is wel jammer dat ze niet met barrels spawnen deze, want het is lekker makkelijk. Meer binnen. Waar is de sloepie? Ja, ik zit te kijken met Titty Island, het is geparkeerd denk ik. Oh, wat hoor. Oh, captain. Ik heb. Oh. First captain wave. Zo. Was jij er? Ja, dat was ik. Nou, oh, daar is er al eentje dood geloof ik. Nee, hier staat hij. Waar ben jij nou? Ik ben een school aan het schieten. Nou, ik ben daar al van lul. Eindelijk.
Oh, iemand die had hem, ik ben dood. Iemand had het tegen haar gebotst. Tegen mijn barrel. Ja, succes ermee. Succes ermee, Mark. Ga weg. Nee. Maar ik ben dood. Ja, ik ben even een recap was bezig. Dus ik kan het zo fixen. Wie de fuck is dat nou weer? Wat? Dutjes. Is de bos. Oké. Okay. Ik heb een cadeautje voor de Dutjes. Oh, die had ik, maar die heb jij al weg laten om te bluffen. Ik sta op mijn sniperpunt. Oh, skeleton achter je. De barrels zijn gevuld. Oh, mooi. Daar is de skeletons. Even kijken of er al een schip is hoor hier. Oh, 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 een sloep, een sloep, een sloep. Iemand komt hier, iemand is hier al. Ik ga terug naar het schip. Pirate Legend, hij zit hier. Waar is waar? Ik zie deze sloep niet. Ja, hij zit daar. Ik ben met hem aan het battelen, maar... Zit hij op het eiland? Nee, hij zit hier bij mij in het water. Ik wil je helpen, maar ik weet niet meer... Oh, hij is dood, hij is dood. Was je aan het sneaken, of... Ja, ja, hij was aan het sneaken, ja. Ik kwam met een sloepje hier naartoe gevaren. Nasty bitch. Ja, ik zag hem, ik zag opeens een sloepje... Was die gewoon helemaal vanaf dat Tiddy Island hier naartoe gesloopt? Ik heb niks aan de duim. Ja, want ik zie daar een sloep geparkeerd staan. Ja, dat is beter dan dat kikker kan.
Nou, ik denk dat hij als hij straks gerespawnt is, dan komt hij met zijn sloepje naartoe. Ik doe hem met gewoon met zijn sloepje. Een robot, maar hij was hier naartoe gerobot. Zij is dood, ze is dood. Oh, nee, kut. Nee. Ze breekt meer zombies. Ja, daarachter. Hey, wat ben jij nou? Op het schip. Supplies. Nou, er ligt hier ook weer een barrel trouwens. Wat is dat nou hier? Hé, we hebben nog een bel op ons schip. Oh ja. Ik wil pakken. Wil jij die ene bel? Ja, maar ik help. Ik vertrouw het. Ja. Wat duurt dat lang, joh? Oh, hij is begonnen met zeilen. Oh, kut. Dus we moeten die gast killen en rennen met de key. Waar is die? Weet je wat, ga jij verder met hem? Ik vaar naar hem toe om hem midden op zee te killen. Kijk of dat lukt. Oké. Okay. Maar waar, ik kan hem niet vinden. Oh, nou, trouwens, gaan we terug naar je schip. We moeten bed worden. Hij is niet ver weg. Kom terug naar het schip. Zal ik er naartoe varen met een bel of... Nee, kom naar het schip. Ik bedoel... Het vechten met die knakker. Nou, zorg dat het schip klaar is om het kanonskogels te schieten. Hij gaat al aantrekken en beweging maken. Ik heb het niet gezien. Kut, hij gaat echt een rondje varen. Of hij gaat precies in onze rug nu. Zal ik weg? Ja, wacht maar, kijk wat hij doet. Ik kan altijd weg. Nou, hij begint te schieten. Raakt hij? Ja, ik ga even een stukje weg. Maar kijken wat hij doet. Maar anders gaat het eiland ook op je schieten. Naar achteren. Gaan we naar rechts varen, naar hem toe. Ik hoop dat hij turnt. Ik lucht nog steeds, ik hoop dat hij het omdraait. Ik draai nu de verkeerde kant op. Hij moet terugvaren, dus probeer naar mij toe, naar links te varen. Vaart te hoog. Draait netjes.
Hij krijgt een paar hits. Ik hoor allemaal van die chain shots, maar er is daar nog een sloop. Waar nog een sloop? Daar alleen zelf. Fuck me. Nee, ik lig hier op het water. Ik hoop dat hij zo bij mij komt. Een klein beetje verder weg varen. Ja, ik krijg kloppen, man. Ga verder weg. Nou, waar naartoe? Denk je dat hij van het eiland... Oh, wacht eens even. Ik denk dat hij van zijn schip af is. Dat hij zijn schip laat doorvaren. Zijn schip vaart relaxed verder. Hij is op het eiland. Ga terug parkeren. Hij zit op het eiland ergens. Ik heb even hulp nodig om het repairen, want we zijn een beetje lek. Ik ben terug aan het schip. Ik heb nog een beeld vast. Ik kan het zo hard laten blazen. Oh nee, hij ligt anker verder weg, dus ik neem aan dat hij wel... Oh nee, ik moet schieten. We zijn op hem aan het schieten op het eiland. Hey, wat is er? Haaien. Die dude is gezonken, dus die is zeker van zijn schip. Die zit ergens hier. Ja, ik zie een mermaid, dus hij zit daar wel ergens aan. Ja? Nee, ik zit op het schip. Gasten zijn niet aardig, man.
skills zijn echt niet op dit moment. Ik ben dood. Ja, maar ik zie die gozer helemaal niet, joh. Ja, als hij licht is, zijn naam gehaaid en hij is ergens verstopt. Ik had geprobeerd een exploding barrel vlakbij hem te laten afgaan, ik nergens dat zou zien. Maar... En hou ook die behavior van de skeletons in de gaten als ze ergens heen gaan. Dan zit hij net even ergens waar ze hem detecteren. Ben je er alweer bijna? Respawn. Ja, daar ben ik net vandaan gekomen. Hé, dat hoor ik. Ja, die skeleton achter je, die schiet op je. Die in die toren zit. Maar daar zitten skeletons. Maar daar zou hij niet liggen. Ja, wat zo'n mermaid is er nog steeds, dus... Ja, waarschijnlijk zit hij ergens aan. Kut, ik ben weer dood, joh, maar ik word 100 van die kutskeletons met kanonskogels. Pistool. Ik denk dat hij misschien ergens bij de rotsen zit of zo, beneden bij het water of zoiets. Ja, ik zit er even op te letten. Ik ben er even 1-1 mee. Dat ik de skeletons niet killen. Dan laat ik ze wel ergens in het ding afgaan. Ja, ik denk dat ik niet van het schip af durf, want dan zit hij gelijk op ons schip straks. Wow, hey. Ja, hij zit op die toren. Hij zit in die toren waar je net was ofzo. Ja, dood of niet? Ga je fixen? Ja, ik ben dood. Hij heeft hem gesnijpt. Ja, die barrels exploden. Nou, oh, ja, hij zag jou zeker met die barrels eraf springen. Ik heb het wel. Waar schiet je ons? Oh jee, is hij weer weg? Ja, dat kan niet, want de mast is niet erg. Blijf repareren, ik ga hem killen. Heus, dat is gewoon een skeleton die ik je schoot. Nee, toch? Ja. Een skeleton met een sniper. Ik zag gewoon dat spyglass, zag ik klimmen. In de verste, daar ga ik nu in. Oh, ik zie hem rennen trouwens.
Hij zit gewoon op het stroom. Nu wel. Hij komt naar je toe, hij komt naar je toe. Ik chase hem, hij heeft het doel dat ik achter hem zit. Hij gaat zo direct jou moeten. Ik heb hem één keer geraakt, hij is dood. Raak hem nog een keer, hij zwemt. Ja, ik sta in de fik. Aan de fok, oké. Okay. Kut, hij heeft hem geschoten. Ik heb hem nog geraakt met de sniper. Hij is dood. Heb jij hem gekild? Ja, hij is dood. In het water. Nee, hij boorde en toen had ik hem geschoten. Hey man. Do or die zeker. Ja. Yeah. Do or die. Nice fight, bro. Your goal is mine. nice fight, bro. Ja, yeah, you too, man. Like. Have a nice evening. Nou worden we weer door skeleton. Hij zegt, your loot is mine. Your loot is mine. Dat is tijd zo. Dan worden we weer de skeletons gekilled. Wie is het nou weer? Ik ga die wat op. Ik ga het oppakken. Zo, vol op mijn bek. Weer dood. Hij schiet niet op ons. Nou, dat hebben we al twee gehad. Is ook helemaal afgetraald. Ja, die gast is natuurlijk terug. Zijn schip was wel gezonken. Ja. Er zit weer een sloep naast ons. Misschien zijn ze wel met z'n tweeën. Hé, hey, waarom hoor ik dat van het zieken zijn? Ja, ik was nog aan het water uit. Zie je dat? Recht op. Zit er zo. Hij zit trouwens aan de ghost ship te zeggen, your loot is mine, your loot is mine. Ja, oh, wat een klootzak. Ik moet even dichterbij gaan, want dit is niet. Ik ga ze zo weer schieten. Your loot is mine. Die sloep in de gaten houden. Maar die zit op een klein eilandje. Ik denk dat die gewoon een beetje. Die sloepje is. Die sloep die kept. Die kan ik niet killen. Oké, die moeten we wel verzamelen. Heb je een idee van deze kant? Barrels meer. Ik weet hoe die kant. Ik heb één barrel op het strand nog liggen ergens. Weer een sloep recht op ons af. Zo'n drukke avond zeg. Die bij dat kleine eilandje stond? Nee, weer een andere. Het zal waarschijnlijk wel weer die vent zijn. Waar dan?
Even wachten, ik ben even een beetje in gesprek met die. Ja, daar zo, aan die kant. Zo, daar. Daar zo. Oh nee, die staat geblokkeerd. Waar is de box? Dan weet ik dat, ik was met skeletons bezig. Is dat over, denk ik. Vergeet van de skeletons die hier gespawnt. Daar is een banaan aan het geven. Snel weg of hier, kun jij die skill meenemen? Ja, we kijken welke schepen in de buurt zitten en wat ze doen. Voordat your loot is mine komt. Hij had me gemist met zijn bloedbeurs toen hij omhoog kwam. Hij was vol health, dus hij boort. Ik schiet hem één keer, hij was nog niet dood. Toen hitte ik hem één keer met mijn zwaard. Hier, er ligt geen key. Heb jij de key? Pak jij de mie? Oh, je bent weg. Hm? Ik sta heel met mijn rug naar je toe. Oh, sorry, is die ik weg? Ik ga naar de mast kijken of ik ergens een snoepje zag. Alleen het ene snoepje, maar die gaat denk ik. Nee, die doet niks, denk ik. Ja, we moeten snel zijn voordat die pieper weer komt. Ja, zullen we maar gewoon uitladen dan? We staan op zich redelijk goed in het schip. Kijk, als we hier alles op het strand neerleggen. Hier zo op het strand. Je kunt het allemaal even vreemd opharken. Ja, let's go. We gaan het gewoon doen, ik zie niks. Oké, kom op. Gifts. Oh. Daar deden we het voor, toch? Ja, precies. We wilden hem cadeautjes geven. Als je het draait dat je neerlegt, dan is het een 500 PC, waar is de helft van de loot? Nee, dat valt allemaal mee, dat hebben ze toch genurfd. Ze hebben er toch 14 minuten van gemaakt. Want die loot van die sloep die dreef ook nog steeds. Dat is goed. Wil je die Master Kick gebruiken? Wil je die Master Kick gebruiken voor dat kleine sloepje dat er voor je ligt? Als einde van de sessie. Plausibel. Big. Ja. Ik hoop dat die Clojo weer komt. Die toewoord daar. Dan zullen we eens even Big Bada Boom doen. Loot is mine.
ga vast wel even een beetje binnen hoor. Wij zijn juist iedereen aan het looten hier. Ja, inderdaad. Nog niks aan de hand om me heen. Leert. Oh, degene die moet zeker dat ik moet kijken. Het begint te waarden. Hey, die gifts, wil je die? We gaan niet naar Reapers Hideout houden. Nee, ik hoef ze niet. Ik ben blij dat hij het oplost. Oh, had ik hem te pakken toen jij sprong. Ja. Uit de lucht. Er komt een brik achter ons aan. Oh shit, ja, ik heb nog niet alles gepakt. Het werkt beter als ik het afstouw. Ik probeer wel mijn handen te, hè? Oké, we hebben bijna alles. Is gekrekkerd. Hij is aan het vechten met de krekken. Alles. Oké. Oké, we zijn er klaar voor. Wat wil je doen? Die brik kekken daar? Op 11 uur? Of links die sloep die aan het meggelen met de krekken aan het vechten is? Ja, ik denk dat de brik, dat is wel meer challenge, hè? Misschien wel leuk is om te kijken of we hem achter ons aankrijgen. Omdat we dan heel erg gloeien. Dat we dan van met die brik uitspringen. Maar hij gaat daar parkeren weer. Nou. Dat is weer dezelfde gast met die rainbow shit. Gaan we die nog een keer kijken? Ja, kan. Wacht, ze gaat net naar het eiland. We moeten even wachten dan. Tot ze op het eiland zitten met de players. Ik zie wat gloeien op het eiland op hun schip, dus misschien hebben ze weer loot. Oké. Nou, kun jij even heel even een rondje varen of zo, dan kan ik even snel mijn tanden poetsen. Yes. Want anders gaat iedereen naar de badkamer en bla bla bla, en dan heb ik geen tijd meer. Nou, we gaan zo terug.
verschil is de status. Nou ja, ik heb al een skeleton schip bevochten, die moet binnengeharkt al. Nice, en Brick? Nee, die ligt er nog. Die, ik heb een keer gewacht. Want ze doen over dezelfde tactic als net. Ja, alleen ik ben benieuwd waar nou een event is eigenlijk met ze. Ik pik je loot en dit en. Geen idee, ik moet misschien dachten van 2 tegen 1, allebei legends misschien. Nou, misschien voelt hij het wel één. Dus ik ga met die Big Burger hier met de goede beeld weer, ja? Ja. En dan vraag je een beetje op het eiland en misschien verwachten. Nee, er liggen daar ook 2 barrels trouwens. Nou, zo goed. Wil je wel de gem of wil je gewoon gaan? Nee. Oké, ga je varen? Nou, als dat mag van jou. Right, want de loot en zo ga ik pas eruit. Maar ik ga er wel uit, want dan zit ik te dicht met ons, dus dat zie je misschien. Je hebt nog altijd alles in, maar ik ben hier kwaai, hè? Denk je dat ze erin trappen nou? Ik weet het echt niet. Top de tactics. Er staat iemand bij het harpoen. Dus je moet wel oppassen, want hij staat wel aan de voorkant, zeg maar. Oké, ik moet ze daar met afstand houden. Moet ik eromheen varen? Ja, natuurlijk. Ja. Ah, dan mis ik alle actie. Ja, maar ik ga heel langzaam, want ik zit eerst nog achter een rots te wachten. Nou, doe je wel een Nvidia replay? Nvidia, ik heb een livestream aan. Oh, nou, dan kun je toch opslaan. Ja, ik ken ook. Je hebt toch zo'n Nvidia kaart of niet? Ja, dat kan ook. Shadow. Ja, een Shadow, ja. Oh shit, ik word bekeken. Ik niet, dat is goed. Waar ben je nu? Oh, kut. Inderdaad gespijt uit de Crow's Nest nu. Ja, en ik word gespijt vanaf een rots. Hij ziet eruit alsof hij noob is. Wat moet ik doen? Ja, tuurlijk. Opschieten, want hij rent alweer terug. Oké, ik ga het nu doen. Tenminste, ik moest nog van achter de rots nog de kant op zwemmen. Oh! Ah, ik heb ze wel geraakt. Zo, dat hele schip ligt om ons te boven. Oké, aanval, ik wil dood. Ze hebben mij gesword testen. Ik heb hier 1 dode, ik had gewoon 2, maar ik denk dat ik hem 1 meegepakt heb. Die was maar aan het volgen op het schip. Dus ik ben een beetje weggevaren. Ja, het schip is gezonken geloof ik. Ik heb hem gekild. Ik schiet mezelf dit moment even af, ja. Ja, daar zwom iemand naar me toe, dus ik moest even weg. Het schip is nog niet gezonken. Ja, ze staan wel flink in de fik. Er is er eentje dood. Ze zijn het aan het fixen. Ik kom eraan.
begonnen te schieten. Eentje dood. Kunt ze varen weg of zo? Ja, ze zijn allemaal dood. We zijn gezond. Oh, mooi. Maar nog één compleet, die ben ik niet aan het killen. Ja, ook dood. Alle drie dood. Mooi, mooi, mooi. En ze hadden weer loot, dus dat is weer geslaagd. Nou, daar is weer een sloep. De verten. Ik hoorde, ze waren met twee mannen aan het scheppen. Ja, ik denk van joh, nou moet ik toch wel een beetje dichtbij gaan parkeren, want dan kan ik ze helemaal boeien. Nee, toch weer twee skills en... Gasten zijn niet happy. Nee, die willen gelijk gaan stoppen met het spel. Zo, we hebben nou toch wel een paar scheepjes gezonken weer. Ja. Die robot die drijft daar ook een beetje zielig. Dat is toch wel een mooie tactics, hè? Nu gewoon even omheen en bam. Die drijft daar ook allemaal loot. Oh, dit zijn barrels. Of zo. En dat wat daar verder weg ligt, dat is het. Ja, maar het is nu kort over 11. Ik ga niet achter de schip. Ik ga lekker naar de outpost. Ik weet het, jij hebt altijd door. Wie? Hé, hey, ik moet uit mijn bed. Remmen, jongen. Nou, help. Maar die Big Bada Boom die was wel even lekker, hè? Wacht eens even, dat sloepje is nu. Nee, ik dacht even dat hij met de fort was, maar dat is niet zo. Mooi. Mr. Bond. Even denken, wat is dit dichtbijzijnde? Jij is met een shit, shitload over, zeg. Dagger 2 is dat makkelijk uitladen. Nee, ga naar... Galleon schreef, Dagger 2 is meest kut. Waar is Galleon? Daar, waar is het? Ik denk dat. Ja, Galleon schreef is ook het dichtstbijzijnde. Het is noordoost. Oké, ik moet hier even omheen. Staan ze meest in de gaten te houden daar op die rots met zijn verrekijker. Ik denk van joh, misschien moet ik eens een keertje schieten, weet je wel, want dan kijken ze gelijk allemaal naar mij en niet naar jou. Afleiding. Wil je die Ashen Chest nog openen? Ja, we hebben een key toch? Oh ja, heb je hem al gebruikt? Nee, hier zo. Gebruik hem maar. Oeh, Resurrection 5. Nou, dat is in het laatste teamje. Ja, denk ik. Nee, zeker niet. Oh jee, dat hoor ik. Maggie. Paarse.
Zullen, maar wat had je er nog meer gespeeld, zei je? Met je VR-bril? Ja, Half-Life. Holy shit, hè. Ken je Half-Life? Ja, ik heb het nog nooit gespeeld, geloof ik. De eerste set van Half-Life, of wel? Nee. Oh, kut. Oh, Elker. Is die gewoon alles aan het droppen? Foutje. Ik ga even keys halen. 3 Ashen Chest. Nou, ouwe tobber. Hey, sloep. Sophie. Er staat een rare plek stil. Straks is het weer die piepo. Oh, misschien is daar wel loot of zo. Ja, het zou kunnen. Dat hij wat gekild of zo. Oh, hij vaart weer verder. Okay. Je hebt ook wel eens Black Flag gespeeld, hoor. Dat is een beetje hetzelfde dit. Wij hebben daar zoveel loot verzameld. Dat wij zijn zo een... Hoe heet die grote schepen? Een treasure fleet of zo zijn wij. Zoiets, ja. Maar die zijn best wel moeilijk om neer te halen. Die moeten voor mensen andere schepen als protectie. Ja, ja. Of een... hoe heet zo'n hele... Zo'n grote ship of the line of zo. Nee, dat heet anders. Zo'n fucking grote frigate of zo. Oh ja, een war galleon. Man of war, dat was het. Man of war. Het is wel grappig, want dan als je op een gegeven moment heb je zoveel mensen gekillt en geloot, dat ze blijven allemaal bij je weg. Ik heb dus die online niet gespeeld, alleen in singleplayer. Is dat een ja. Nou nee, ik ook. Ik heb online had je geloof ik. Ik weet het niet of je dat al een beetje dacht ik. Omdat je zei dat andere mensen bij je wegbleven. Dat is natuurlijk hier. Ja? Ja, dat bedoel ik met dit. Oh, hier, ja. Deze Max. Waar moeten we heen? Links. Ik had even niet gezet. Oh nee, hier moeten we heen, ja. Je hebt een normaal goed. Huh? Ik denk al, weet jij soms wat anders of zo? Wat? Ik dacht dat ze uit het noorden kwamen. Foutje. Wat gaan we eerst wegbrengen? Ik ga eerst mijn toom wegbrengen. Kun je meteen een missie meenemen als je dat wil? Oh ja. Als ik niet word opgewacht hier zo. Dat zou natuurlijk wel heel leem zijn. Duk ligt er wel een beetje slaperig bij. Nee, gebruiken we nog de chest? Zal de chest nog even niet? We hebben 2 collector's chests. Ja, zal de chest nog wel. We hebben 2 collector's chests, dus dat moet wel.
Okay. Even kijken hoor, dan moet ik die weer hebben. Al met de bloemies weg. Zo. La casa de papel. Dat ging best goed zo hoor. Best wel goed zo op mijn eerste dag. Wat riekt naar meer? Nou, misschien is het handig als ik de kist even beet pak hier. En je trouwens ook die keys doen, dan dacht je van dat geloof ik wel. Ja, die heb ik. Ah, oké. Okay. Heel verwacht, even inleveren eerst en dan gaan we zo even. Dadelijk zitten we allemaal van die zooi op te graven te doen en dan komt er iemand aanvaren. Even kijken hier, hoor, is dat veilig? Vast. Kun je dit ook meteen inleveren? Ik ben blij dat we die collector's chest hebben. Kijken, waar ligt de key? Dit is een schat zoeken voor beginners dit. Ik heb een sleutel. Goed zo. Weer dezelfde. Dat is jammer.
irritant, hè? Ik wil alles op het dek hebben. Is wel een shitload op zijn. Nou, we gaan even voten. Weet je nog dat je, toen je net begon met het spel, dat je van die easy quest krijgt van één kist op één mini-eilandje. Ja, maar dat je ook gewoon dan alleen maar castaways hebt. Dat je daar uren mee bezig bent, heb je net aan 2000. Dan kun je net je eerste shootje kopen. Dan ben je miljonair. Resurrection 1. Een ritual skull. Nou, we hebben bijna alles ingeleverd, Jesus. Dat is toch ook weer het leuke van het spel. Hier staat gewoon een kwartier op zo'n eiland alles in. Hey, ik heb trouwens nu 5000 plus, eindelijk. Foto. Wolfpack. Keep on grinding. Ja, we hebben eigenlijk niet gegrind. We hebben gewoon 4 schepen laten zinken. Een vakje gedaan. En skills. 7 missie gedaan. En we hebben gewoon een shitload aan loot. Blijf maar uitladen. We zijn bijna klaar. Het is ook tijd om met te gaan. Dus. Ja, zeker. Of games doe ik hier. Ik heb mee. Ja, wat? Nou, games had op Discord gereageerd. Oké. Die heb ik maar een keer gespeeld. Dus. Tijd om. Wat? Dat hij het ook weer gaat spelen. Oh, wie? Games. Wie is dat nou weer? Wat? Twee vuurballen. Dat ken ik niet hoor, Love Games. Nee, Little Love Games. Hey, ik heb de figurehead of de dragon heb ik. Dan hoef ik alleen nog maar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 moet ik nog. Oké. Nou, dan ben je bijna toch? Ik heb nog even geballen. Nee. Ergens op ik. Dat is die gozer die had gelogen. Eén. Wat? Ja, ik. Met I will take your loot. Ja, maar hij was 2 keer door ons vernederd. Dan denk je dat hij nog een keer terug moet. Hij probeerde ons gewoon bang te maken. Ben jij?
daar. Ja. Even oefenen met de distance. Schip netjes uitzwaaien. Nog een schip. Nou, nog even de crab dab. Lever ik de kist in. Kijk eens. Crush. Fire. Yes. Naast me staan, misschien zo. Nee, het is dichterbij. Echt bijna naast. Tegen maar verder weg. Ja, daar ja. Ja, zo is goed. Katje. Ik ben dronken volgens mij. Ben ik een beetje de stoere piraat aan het uithangen. Oké. Hey, ik ga de strip opsluiten. Is goed.